Mensen vragen mij wel eens om snelle, makkelijke gerechten. Nou, dit is er zo een, hè. Met behulp van mijn kokend waterkraan maak ik de lekkerste Indische hangballetjes. Dit is echt de favoriet bij mij thuis. En mijn vrienden die willen ook altijd dat ik mijn Indische hangballetjes maak. En deze zijn lekker pittig. Ik begin met het snijden van een lenteuitje. En daarna gaan de rode pepers in. Kijk, ik hou van lekker pittig, hè. Dus ik doe er 3 pepers in. En dat is misschien best wel veel. Hou je van wat minder pittig? Doe je er wat minder pepers in. Die pepers die ga ik heel fijn snijden. Want je wil natuurlijk niet in je hakballetjes gelijk een stuk peper hebben. Nou, deze zijn fijn gehakt en die mag in het gehakt. En ook de lenteui die mag erin. Gaan er nog 2 dingen bij. Een ei. Die hoort erbij. En dan maïzena. En dat is wel bijzonder. Ik gebruik maïzena omdat maïzena eigenlijk het vocht uit het gehakt opzuigt. En dan krijg je hele mooie, sappige Indische balletjes. Beetje zout en peper erbij. Dan is het tijd om de balletjes te gaan draaien. En dat doe je natuurlijk met de hand. Zo. Mijn handen wassen, uitjes snijden en dan kunnen we de balletjes gaan bakken. De volgende stap is het snipperen van uien, of eigenlijk uiringen. En ik zet mijn vuur al een beetje aan. Het is tijd om de uien te snijden. Ik snij mooie ringen. Het ziet er daar lekker uit als de balletjes klaar zijn. En knoflook. Altijd lekker in de Indische keuken. En die moet je gewoon eigenlijk gewoon lekker fijn snijden. Mijn uien zijn gesneden. Mijn knoflook is fijn, mijn balletjes zijn klaar. Dus bak hem maar. Zo, dus er mag best wel wat olie in. Ik maak altijd een rondje. En als ik dan bij de eerste weer ben, dan keer ik die alweer een beetje om. Kijk, die balletjes wil ik gelijk omkeren, zodat ze overal mooi bruin zijn. En zijn ze mooi dichtgeschroeid. En dan kan ik de rest van de ingrediënten erbij doen. Ik ben een beetje ruimte aan het maken in de pan, want mijn ballen die zijn mooi rondom gebakken. Dus er mogen nou de uitjes en de knoflook erbij, om lekker mee te fruiten. Mijn uien zijn mooi glazen geworden. Het is tijd om af te blussen en dat doe ik met mijn kokend waterkraan. Kijk, dat is fijn van zo'n kokend waterkraan, hè? Mijn pan koelt namelijk niet af met het afblussen. En ik heb gelijk een goede basis voor mijn saus. Er gaat sambal bij, oestersaus. En tegen al die pittigheid moet ook wat zoet. Dus ik doe daar ketchup bij. En wat bruine suiker. En om het een klein frisje te geven, doe ik er ook een heel klein beetje witte wijnazijn bij. Nou laat ik mijn balletjes lekker gaar sudderen in deze saus. En het kleurt al mooi bruin. De saus is aan het indikken, dus dat komt helemaal goed. Even kokend water pakken voor de rijst. Ik heb er allemaal wel een beetje dorst van gekregen. Ik zit in een glaasje bruiswater. Mijn balletjes zijn mooi ingekookt, althans de saus voor de balletjes. De rijst is klaar, dus ik kan het gaan opscheppen. Ja, je ziet ook dat die uitjes mooi zacht zijn geworden. En die saus is lekker ingekookt en die hangt helemaal mooi om die balletjes heen. Even de randjes schoonmaken, anders krijg je natuurlijk nooit de ster. Een beetje lenteuitjes en sesamzaad. Ik gebruik mijn kokend waterkraan elke dag. Ik ben er fan van. Wil jij dit recept thuis maken? Download dan het online magazine Kookpunt. Voor tips, inspiratie en de heerlijkste recepten.